Welcom op de IQ Plateau in Parijs. Ik ben hier met collega Elke van der Meer en er is ontzettend veel equipment hier te zien. We focussen ons daarbij echt op de ADAS-apparatuur. Steeds meer auto's zijn uitgerust met camera's, radars. En daar gaan wij een overzicht in brengen. Ja, want ik kan me zo voorstellen dus dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Want er zijn heel veel verschillende systemen. Ballenborden, beeldschermen, radars, lidars. Ja, er is ontzettend veel te zien. En we gaan voor jou uitzoeken wat nou goede systemen zijn. En dat doen we in aanloop naar AMT 12 in december. Dat staat namelijk helemaal in het teken van ADAS-systemen. Dus wij gaan de beurs op en ja, we zien je in AMT 12. Een opvallende nieuwkomer is dit systeem van BrainBee. Het gebruikt namelijk een digitaal scherm in plaats van ballenborden. Dat zorgt ervoor dat de auto er niet per se recht voor hoeft te staan, want ze kunnen simpelweg de afbeelding aanpassen. Dat scheelt, zeggen ze, heel veel tijd. Ook krijg je elke keer dat er een nieuw bord beschikbaar is, een nieuwe update. En je hebt altijd alle auto's, alle modellen. Je hoeft dus geen borden bij te kopen. Natuurlijk hebben wij een demonstratie gekregen van het systeem. Daarbij zien we dat er best wel wat gegevens ingevuld moeten worden in het systeem. De interface is wel heel duidelijk en je krijgt goede instructies van wat je moet doen. Dus dat spreekt dan weer voor dit systeem. Wel is dit systeem duidelijk gericht op het kalibreren van de camera. Je kunt ook de radar wel kalibreren, maar dat gaat op de normale manier met een spiegel. Ze zeggen zelf ook, daarin lopen wij niet voorop. Het gaat vooral om de camera-kalibratie. Welkom bij Delphi. Ze hebben al een ietsje ouder kalibratiesysteem, gaven ze zelf aan. We zien bijvoorbeeld deze bordjes. Hier kun je de laser op terugzien en hier de spiegel. En aan de andere kant zien we wel een heel goed bord. Met aan de achterkant eveneens de ballenborden. We zien een mooie laserafstandsmeter voor richting de radar. Maar het blijft wel een beetje behelpen met de auto goed ten opzichte van het bord neerzetten. Je hebt toch net even twee mensen nodig om het makkelijk te maken. De interface van Delphi vonden we allebei een beetje tricky. Lastig te zien, kleine letters. Maar het is een werkbaar systeem. Ook bij Hella zien we een vrij traditionele benadering. Hella gebruikt heel veel waterpasjes, schalen en lasers om afstanden te kunnen meten. Wat Hella wel heel goed in de vingers heeft, is de interface. Ze hebben het hier gedemonstreerd op de Megamax. En die heeft echt een hele goede touch interface voor aanraakschermen. Dus wat dat betreft scoren ze echt punten. Wat ook punten oplevert, is het 360 graden kalibreren. Je ziet dat ik hier sta op een soort stickers met lijnen. In de werkplaats gaat het om tapijten, maar ja, hier blijft van die tapijten natuurlijk niks over, vandaar dat ze daar stickers hebben geplakt. Ja, dat is voor ons om het even. Bij Hella heb je wel echt twee mensen nodig om de uitlijning van de auto ten opzichte van het bord te doen. Er zijn namelijk heel veel instellingen die je moet doen en in je eentje gaat dat gewoon niet. Goed, welkom bij Texa op de IQ Plateau. Ze hebben de tweede generatie geïntroduceerd van RCCS, hun kalibratietool. Met de tweede generatie hebben ze ingezien dat meten met rolmaatjes wat ouderwets is. Daarvoor hebben ze nu deze handige laserafstandsmeters. Daarmee kun je dus ook in je eentje de auto positioneren ten opzichte van het bord. Of beter gezegd, het bord ten opzichte van de auto. Dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker. Wat verder belangrijk is van dit nieuwe systeem, is dat de interface best duidelijk werkt. Mooie foto's erbij. Goede handleiding dus om alles goed af te stellen. En aan de voorkant hebben we een mooi radarbord waar ook een laserpointer in zit. Zodat je in het geval van radarafstelling, dus niet de camera, kun je hem goed mikken op de radar. Onder andere bij de Volkswagen Passat van belang. En interessant voor de toekomst. Aan de achterkant vinden we de 360 graden kalibratie. Dat gaan we steeds meer terugzien. Zowel aan de zijkant als de achterkant van de auto vanwege radars en camerasystemen. Zaken die ook verplicht worden door de EU binnenkort. Dus ja, dat gaan we ongetwijfeld meer zien in het autobedrijf. Dus zeker goed om daarover na te denken. Axia biedt een systeem dat je ook kunt gebruiken voor het uitlijnen van de wielen. Het is dus niet alleen een ADAS-kalibratiesysteem, maar het is een totaalpakket. En dat hebben ze best wel interessant gedaan. Als je kijkt naar de ADAS-kalibratie zijn ze vrij traditioneel. Dan zie je hier een standaard ballenbord en je ziet zelfs rolmaatjes. Daarmee kun je de afstand meten tot de vooras. Kijken we naar de interface, dan is het een ander verhaal. Dat is een beetje priegelig. Maar op het moment dat je een systeem wilt hebben wat je ook kunt gebruiken voor het uitlijnen van de auto, dan is dit wel echt een goed systeem. Welkom bij Bosch op de IQ Plateau. Bosch heeft zelf aangegeven, we hebben een paar jaar misschien wel zitten slapen. Maar ze hebben nu een heel gaaf nieuw systeem ontwikkeld. Ze hebben dat vanuit de werkplaats gedaan. Ze hebben echt gekeken van ja, waar lopen mensen tegenaan? Hoe moeten wij het beter doen? En één interessante daarvan is dit pijltje. Die zet je bij het voorwiel. En die is voor de optische afstandsmeting. Dus geen rolmaten, geen lasers. Maar je ziet in één keer op het scherm hoe de auto gepositioneerd staat.
Vonden we heel erg gaaf. Aan deze kant zien we dat het kalibratiescherm heeft een handige slider. Of het frame bedoel ik eigenlijk, heeft een handige slider om daar de kalibratieborden aan te hangen. Om ook op de juiste positie te positioneren. Daarnaast is het bord wat je voor het ballenbord, zeg maar, wat je voor de camera gebruikt. Die is met glasvezel versterkt. Dus je hebt geen apart radarbord nodig. Maar hij reflecteert genoeg om ook de radar te kunnen kalibreren. Verder is het heel ergonomisch, vonden we zelf. Je zet de kast makkelijk vast. En het belangrijkste is, met één persoon kun je dus de boel positioneren. Omdat je op één digitaal scherm ziet hoe de kast is gepositioneerd ten opzichte van de auto. Verder heeft Bosch twee versies. Je hebt de S10 en de S20. De S10 is puur bedoeld voor de camera-kalibratie. Dus ook vooral geschikt voor de jongens die veel ruiten vervangen. En je hebt ook de S20, die is geschikt voor de camera en de radar, helemaal compleet. Natuurlijk kun je wel de S10 upgraden naar de S20 wanneer je dat nodig vindt. Dus ja, een heel compleet systeem voor iedereen. Dit was de Equipato vanuit Parijs wat ons betreft, met een focus op ADAS zoals je hebt gezien. Vlak voor kerst komt AMT december uit, waarbij we natuurlijk nog veel meer details voor je op een rij zetten. Waaronder natuurlijk de Nederlandse prijzen. Dat vind je dus in AMT nummer 12 en natuurlijk online. Want ja, daar is AMT.nl elke dag, elke uur van de dag te vinden. Dus ja, tot AMT 12 en tot AMT.nl.